De transferperiode in de Eredivisie. En eigenlijk overal is bijna voorbij. En ik heb gezegd dat ik nog een overzichtsvideo zou maken, zeg maar. Van wat nou alle beste transfers waren. Wat wij vooraf hadden verwacht. En wat nou eigenlijk allemaal is uitgekomen. En eigenlijk meen ik serieus dat al onze verwachtingen, denk ik, van voorafgaand aan deze transferperiode totaal anders zijn gelopen dan dat het uiteindelijk is geweest. We hadden echt verwacht dat er enorm grote spelers weg zouden gaan uit de Eredivisie voor bedragen tussen de 30 en 60 miljoen werden er genoemd. Waar de boden van Barcelona bijvoorbeeld. Het is allemaal niet gebeurd. Het is allemaal niet gebeurd. Of het zou moeten gebeuren in de laatste paar dagen. Maar ik dacht, het is vandaag de tijd om te kijken naar wat nou de beste transfers waren van de transferperiode van de Eredivisie in deze zomer. Hopelijk heb je zin in deze video. Doe je een blauwpje omhoog. Abonneer op Twinity. En laten we maar snel beginnen. Misschien heb je dan gemerkt. Misschien nog niet. Mijn tweede kanaal gaat ook wel beginnen. Daarop ga ik carrière-modus uploaden. Het linkje van mijn tweede kanaal staat bovenin de beschrijving. En ook op FIFA 19 zal ik daarop actief zijn. Ik heb het jullie gevraagd en jullie willen het heel graag zien. Dus gaan we dat vanaf nu ook doen. We gaan het vandaag over drie verschillende soorten transfers hebben. Eén is zeg maar een tapje waar ik het ga hebben over de beste spelers die weg zijn gegaan. De andere is over de beste spelers die aangetrokken zijn. Dat is een hele mooie lijst. En de laatste is over de speculaties die we hadden in de Eredivisie. Maar die helemaal niet zijn uitgekomen. Dus echt gewoon die geruchten die we echt gewoon wekenlang hebben gehoord. Maar waarvan helemaal niks waar was dus. We gaan beginnen met de spelers die allemaal aangetrokken of die weggegaan zijn. Want dat is een heel klein lijstje eigenlijk. Wat we niet hadden verwacht. Ik heb persoonlijk gedacht dat De Ligt, Frenkie de Jong, Lozano allemaal weg zouden gaan. Maar dat is allemaal niet gebeurd. En ik begin eigenlijk met een soort van top 10 van de beste spelers die weg zijn gegaan. En ik begin met de goedkoopste. En dat was namelijk Amin Yunus. Die is gratis weggegaan. En ja, dat is eigenlijk lang bekend. Maar toch, hij is dit seizoen officieel pas weggegaan. Dus bespreek hem nog even. Nou ja, verder is Yunus' carrière eigenlijk een beetje verprutsen nu. Want bij Napoli krijgt hij geen kans. Kan geen transfer maken. Dus ja, hij staat wel in de top 10. Omdat ik hem toch een goede speler vond bij Ajax-periode. En daarom staat hij erin. En ook de nummer 9 was gratis. En daarna ga ik echt op opbouwende transfersommen werken, om het zo maar te zeggen. Ja, kijk, Karim El Amadi. Je moet hem erin zetten, want hij is ook gewoon een enorm goede voetballer. En hij is ook transfervrij weggegaan bij Feyenoord. Naar Itiad, geloof ik dat ik het zo uitspreek. Een club in het Midden-Oosten waar hij nu gaat voetballen. En daar gaat hij heel veel geld verdienen. En nu gaan we gewoon de laatste 8 die ik ga bespreken. Zijn we letterlijk van de top 8. Qua prijs, om het zo maar te zeggen. En op 8 staat een speler van PEC Zwolle, namelijk Sendler. Die weggaat bij PEC Zwolle en bij Manchester City gaat bank zitten. Of ja, hij gaat niet voetballen natuurlijk, hij gaat niet in de basis spelen. Dus hij speelt nu wel bij Manchester, is voor 2,5 miljoen weggegaan en gaat daar de bank nu lekker warm houden. En datzelfde geldt voor Bakuna van Groningen. Ook hij is weggegaan, ook hij naar de Premier League, naar Huddersfield. Hij gaat er ook niet heel veel basis spelen, denk ik. Ook voor 2,5 miljoen voor Groningen en voor PEC is 2,5 miljoen best wel geld. Dus die mogen er blij mee zijn. En een interessantere transfer die ik nog nooit besproken heb, is Montero. Die weggaat bij Heracles en naar FC Metz toe is gegaan. Voor meer dan 2,5 miljoen, voor 3 miljoen euro. En dat is ook voor Heracles enorm veel geld. En dat is echt een mooie transfer dat ze die hebben kunnen maken. En als je dat vergelijkt met de volgende transfer, dan is dit eigenlijk wel echt een heel veel geld voor Heracles. Ik heb het namelijk over Joshua Brenet. Hij kostte maar 3,5 miljoen euro. En hij is naar Hoffenheim gegaan. Wat toch een veel grotere transfer zou moeten zijn. Eigenlijk. En het is maar een 500.000 verschil. Interessant. Joshua Brenet nummer 5 van de duurste transfer. En de top 4 staat wel echt los van de rest, om het zo maar te zeggen. Op plek 4 hebben we namelijk Woutje Weghorst staan. Is naar Wolfsburg toegegaan. En hij is weggegaan voor 10,5 miljoen euro. Dat is enorm veel geld en daarmee mag AZ enorm blij zijn natuurlijk. Maar dat is niet eens is de duurste transfer van AZ. Nu komen we bij nummer 3. Arias ging weg voor 11 miljoen euro. Ook dit vind ik weer een soort van steal. Ook dit vind ik weer veel te weinig geld dat PSV ervoor heeft gevraagd. Voor een enorm goede rechtsachter. Atletico Madrid heeft er wel wat aan, denk ik. Prima transfer van Arias zelf, dat zeker weten wel. En op nummer 2 hebben we dan Justin Kluivert. Hij is weggegaan voor ongeveer 17 miljoen euro naar AS Roma. Ja, weet je wat het was? Kluivert ging gewoon weg. En het zat niet lekker met tussen Kluivert en Ajax. Dus alles wat je dan nog voor hem kan krijgen, moet je denk ik gewoon blij mee zijn. 17 miljoen is wel een prima bedrag daarvoor. En de duurste speler van de Eredivisie is niet eens een speler van de traditionele top 3. Is namelijk Jahan Baks, die van 19 miljoen naar Brighton toe gaat. En daar waarschijnlijk echt gewoon de belangrijke aankoop zal worden in de aanval. En die zich daar nu echt moet gaan bewijzen. Interessant dat een AZ-speler de duurste transfer is, de duurste uitgaande transfer van de Eredivisie. Bij de inkomende transfers zien we wel heel
duidelijk een ander verschil. Nou, een paar interessante transfers die gemaakt zijn is bijvoorbeeld Donis Avdijaj. Ik spreek hem nu misschien ook wel omdat hij toch wel voor Roda kwam, daar heel veel indruk maakte. En Schalke wilde hem gewoon laten gaan. Geen enkele eredivisieclub, geloof ik, heeft echt serieus zaken gedaan met Donis Avdijaj. En willen twee van zo gratis kunnen oppakken. Vond ik interessant, wilde ik daarom ook bespreken. Hetzelfde geld voor Viergever, ook hij was gratis. Kwam van Ajax af en ging daarom ook naar PSV. Klaasie werd gehuurd van Southampton. Ook een goede transfer, ook heel interessant. En bijvoorbeeld hebben we ook nog een transfer die vanaf nu zeker is. Doan, spits van Groningen, die van Gamba Osaka voor 1,7 miljoen nu officieel overgekocht is. En echt de top 10 duurste transfers die na de Eredivisie toe zijn gekomen, beginnen we mee met Gudmundsson. Die weg is bij PSV, speelde daar niet naar AZ toe is gegaan voor een bedrag van 1,8 miljoen euro. En de nummer 9 hebben we dan Sinisterra. Ik geloof dat ik het zo ongeveer uitspreek. Die naar Feyenoord toe gaat voor een bedrag van 2 miljoen euro. Op 8 hebben we een interessante staan. Ook dit is voor ADO enorm veel geld. Had ik ook in het vorige lijstje neer kunnen zetten. Dit is namelijk Johnson. Die naar AZ toe gaat. Daar de nieuwe eerste spits zou moeten worden als je het zo bekijkt. Hij gaat naar AZ toe voor een bedrag van 2,3 miljoen. En nu zijn we bij nummer 7. En vanaf nummer 7 hebben we alleen nog maar transfers van PSV en Ajax. Zeer interessant dat dus AZ en Feyenoord beide waarschijnlijk genoeg geld in kas hebben. Vooral AZ natuurlijk na die transfers. En niemand echt met een goede waarde hebben gekocht eigenlijk. Nou, we beginnen gewoon bij de PSV-spelers. Want op nummer 7 hebben we Ryan Thomas staan. Die van PEC naar PSV toe gaat voor een bedrag van 2,75 miljoen euro. Gaat hij daar spelen? Ik denk het wel, soms niet heel veel. Maar toch interessant. En nu komen we aan bij de nummer 6. En meteen zit daar een hele grote stap ook in de prijs. We beginnen met Angelino. Komt eigenlijk van Manchester City. Voetballer volgens mij dank Breda. Enorm belangrijke speler, verwacht ik ook heel veel van. Miste wel een penalty, geloof ik, in de Johan Cruijffschaal. Maar nog altijd een enorm goede speler, deze Angelino. 5,5 miljoen kostte hij. En net zoals Angelino kostte ook Dumfries 5,5 miljoen. Hij komt over van Heerenveen en speelt ook basis, speelt ook prima. Ook interessant dus tot PSV hem heeft gekocht. En nu denk je van ja, de beste vier, wie zijn dat? Geen enkele PSV-speler, alleen maar Ajaxide. Heel erg interessant vind ik dat. Nou, ik kan natuurlijk nog Ayoub of zo opnoemen, maar dat is ook een vrije speler. Zou onderaan het lijstje gewoon erbij komen. Ik ga puur op transferwaarde, zoals ik het al heb verteld. En we beginnen op nummer 4 bij Labiat. Natuurlijk ook een beetje een oude bekende van Ayoub. Labiat kostte 6 miljoen euro, net iets meer dan Dumfries en Angelino. En gaat waarschijnlijk niet eens zo heel veel spelen, omdat Ajax zoveel goede spelers heeft gehaald. Hassane Bandé, toch wel denk ik de grootste misaankoop die Ajax heeft gedaan. 8,35 miljoen euro, gaat waarschijnlijk niet eens spelen. Natuurlijk, want ja, hij is gewoon niet wat Ajax er waarschijnlijk van verwacht had. En dus is ook hij een mislukte transfer, denk ik persoonlijk. Neres, Huntelaar voorin, Ziyech kan voorin, Tadic kan voorin, Labiat kan voorin, Hassane Bandé. Beetje overbodig. En de top 2, ja, je kan hem zo opnoemen. De twee spelers uit de Premier League die de Eredivisie komen versterken. De eerste is Dusan Tadic, een bedrag van 11,4 miljoen euro. Heel interessant. Tadic heeft nu toe een goede indruk heeft gemaakt bij Ajax. En zeker weten, heel benieuwd hoe hij dit seizoen gaat doen. En de nummer 1, Daley Blind. Natuurlijk de duurste speler van de transferperiode van de Eredivisie. Is het ook de duurste inkomende transfer ooit eigenlijk? Het was net niet de allerduurste transfer ooit. Dat was namelijk Soleimani. Die kostte 16,25 miljoen euro. En daarmee staat Blind dus helaas net op nummer 2. En daarmee heb ik alle beste inkomende en uitgaande transfers besproken. En dan kunnen we nog één ding doen. En dan gaan we praten over die speculaties die allemaal niet gebeurd zijn. Nou, ik had eigenlijk 6 gepakt. Ik denk niet dat ik er veel meer zou moeten bespreken. Echt de 6 belangrijkste van ook alleen maar PSV Ajax Feyenoord. Want de rest waren niet enorm grote geruchten. Ik begin met Vilena. Kijk, op het moment dat ik deze video opneem, is de transferperiode nog wel een aantal dagen. En het zou zomaar kunnen dat hij nog altijd een transfer maakt naar Frankfurt. Want daaraan is hij veel gelinkt op dit moment. Maar op het moment speelt hij nog bij Feyenoord. En daarom wil ik hem hierbij zetten. Want Vilena, enorm goede speler van Feyenoord. En nu is het nog altijd een gerucht. En het wordt heel erg opgeblazen. Want er klopt informatie niet bij Feyenoord die naar buiten gebracht zou worden. Feyenoord zou helemaal niet gezegd hebben dat ze een persie zouden houden. Maar er is nog geen officieel bod van Frankfurt gekomen. Dat is hoe het er nu voor nu uitziet. En Vilena is dus nog altijd in gerucht. Nou, dan gaan we naar PSV-spelers. Natuurlijk, Irving Lozano. Misschien wel de duurste transfer van de Eredivisie ooit zou het moeten worden. Bedragen van 70 of 80 miljoen werden genoemd. Volledige onzin, vooral na het WK. Werd Arsenal eventjes genoemd.
echt Barcelona zelfs werd genoemd als een eventuele transfer voor Lozano. Ze hebben uiteindelijk Malcolm gehaald voorin. Ook voor een bedrag tussen de 40 en 50 miljoen. Dus het had natuurlijk gekund dat Lozano in plaats van Malcolm was gegaan. Dat hadden we kunnen zien natuurlijk. Misschien was het ook wel beter geweest, want Lozano gaat over die linkerflank. Messi over rechts. Dembele ook al over rechts. En dat vindt Messi toch niet zo fijn. Meestal heeft hij de hele flank voor zichzelf als hij naar binnen wil gaan. Natuurlijk, dus ja. Lozano had misschien wel kunnen gaan, want die kan op allebei de flanken op zich wel uit de voeten. Maar goed, ook dat is gelukkig voor PSV in gerucht gebleven. Hetzelfde gaat voor Luc de Jong. Ook wel een best wel groot gerucht eigenlijk, want hij werd zoveel gelinkt aan een transfer naar Zuid-Amerika. Ook dat is allemaal niet gebeurd. Ook hij is gebleven. Jeroen Zoet is ook gebleven. Ook hij heeft zelfs een nieuw contract getekend. En dan komen we nu aan bij drie spelers die ik heel erg interessant vind. Niet, jongens, trouwens, ik wil het even nu duidelijk maken. Ik zeg dit niet omdat ik Ajax-fan ben, want ik ben helemaal geen Ajax-fan. Maar de geruchten rondom deze drie spelers waren zo enorm en het is alle drie niet gebeurd. Kijk, ik denk dat 99% van de mensen op 1 juli, toen de transferperiode openging, had gezegd dat Ziyech weg zou gaan. Iedereen wist het zoals 100% zeker. En nu, ja, de transferperiode is dus nog niet afgelopen. Maar de Premier League en de Serie A kan die al niet meer naartoe gaan. En dat waren toch wel de clubs waar hij denk ik het liefst naartoe wilde. Dus gaat het niet meer gebeuren. Ziyech blijft bij Ajax. En dat is toch heel erg interessant. AS Roma leek de club te zijn waar hij naartoe zou gaan. En het gebeurt gewoon niet. Ja, ik vind dit echt oprecht heel interessant. Want Ziyech leek toch wel de speler te zijn die wegging. Maar ja, misschien kwam het door zijn mindere WK. Het zal wel daar moeten liggen. Frenkie de Jong, ja, een andere speler die heel veel natuurlijk gelinkt werd aan de transfer. Vooral naar Barcelona. Ja, ook dit niet gebeurd. 50 miljoen euro zou er geboden worden. Zou gezegd zijn, Frenkie de Jong doet er beter aan om het seizoen te blijven. Was vorig seizoen enorm goed. Werd heel veel indruk op hem gemaakt. Maar hij is ook geblesseerd geweest. Heeft maar eigenlijk een half seizoen gespeeld. Kan beter nog het seizoen echt in de Eredivisie knallen. Laten zien dat hij inderdaad dat topniveau heeft. En van mijn part gaat hij in de winter weg. Het is in ieder geval goed dat hij nog even blijft bij Ajax. En een speler waarvan ik het toch wel jammer vind dat hij niet weg is gegaan, is Matthijs de Ligt. Ik heb gewoon echt het idee dat hij het niveau zo hard aan kan. Hij kan echt een topverdediger worden. En ook hij werd gelinkt aan Barcelona, zelfs aan Manchester City. En daar werden echt enorm hoge bedragen genoemd. 60 miljoen zou Overmars afgewezen hebben op Matthijs de Ligt. Zelf vindt hij een jaar om te blijven, lijkt wel zo. Er moet wel Champions League gespeeld worden. En met die selectie van Ajax zou het ook echt moeten. PSV daarnaast zou het ook moeten lukken. Ja, ik neem deze video zelfs op voor de eerste voorronde wedstrijd van de laatste ronde van de Champions League. Ik weet niet hoe het er nu voor staat, maar dit zijn wel alle beste transfers van de Eredivisieperiode van dit seizoen. Hopelijk vond je een leuke video. Hopelijk heb je blauw duimpje omhoog gedaan. Abonneer op Trinity. En hopelijk zie ik jou bij een volgende video wel terug. Later.